woensdag betekent nog 2 dagen dat ik in het kamp zou kunnen werken. En dat ga ik natuurlijk dan ook doen. Ik was bezig met school en met lessen en zo. Maar ik denk, ja, toch maar de tijd gebruiken dat ik hier ben. Kijk, dan loop ik weer voor paal. Oh nee, met een paal deze keer. Ja, ik moet kiezen wat te doen. Er is natuurlijk nog heel veel te doen. Sommige dingen haal je wat eerder voldoening uit. En andere betekent niet dat dat het meest urgent is. Dus ook een valkuil, natuurlijk alleen leuke dingen te doen. Ik weet wel dat ik straks weer toe ben aan vakantie. Als vakantie voorbij is. Ik ben hier die pergola aan het uitbreiden. Dus ik heb hier 2 extra palen erin. En hier een derde. Het lijkt makkelijk, maar die moet je eerst schillen en zo. Zo, mooi krom is niet lelijk. Ik kan weer een schoonstoeltje aan en dan hier nog eentje boven. En dan zijn we rond. Niet helemaal rond, maar wel bijna rond. Even naar Bosnië geweest, mijn schoonouders, dat was erg leuk. Joker meegenomen, die ik gisteren mee pizza wist eten. Ik ben nu de waterleiding aan het maken, dus in het café. Ten eerste hebben we een nieuwe kraan hier, hartstikke mooi, koper. Ik heb hier een ventiel en dan gaat hij naar boven en dan moet hij zo het café uit, naar buiten, naar het douchegebouw. En dan even kijken of er nu water uitkomt. Ja, dus oeh. Oké, tot hier ben ik het water gekomen, want ik heb niet genoeg dingdongdingels, die moeten daarheen. Water, zo gaat hij al. Het is omhoog, gaat het café in. En dan krijg je water toevoer voor in het douchegebouw vanuit het café. Nu gaan we even verder naar mijn mooi terras. Shale is bezig om op te ruimen. Die heeft eventjes die, eindelijk hebben we die schobbelstoel in elkaar gezet. We missen natuurlijk wat onderdelen. Maar die leuk, gaan we even in het terras zetten. Ik heb mijn palen al klaar hier. Instruction. Dus nog 2 palen erbij en dan komen er nog 2 schommelstoelen bij. Ondertussen ook nog even een bankje gemaakt van een pallet. Even. Nou goed, het gaat vrij snel inderdaad. Ik ben natuurlijk wel even een uurtje bezig, maar dan weer een bankje erbij. En moeten we alles opruimen. Het is 7:00 s'avonds. Ik moet mijn bus nog brengen naar Olivier, want die moet gemaakt worden. En overmorgen moet ik met die bus, daar staat die, naar Nederland. Oh. Dan mijn potjes niet meer. Maar nu bij Olivier. Ik moet even de bus repareren. Oké, die kogel is nu vervangen. Is die mee bezig? En dan kan ik overmorgen onderweg. Dit is uit de keuring komen dat die vervangen moet worden. Vrijdagochtend. Nee, ze waren zo. Donderdagochtend is het. Laatste dag in het kamp. Morgen vroeg wil ik wegrijden. Ik droomde over bankjes in het kamp. Niet zo gek, daar ben ik mee bezig natuurlijk. Maar ik heb nog een oud bankje ga ik repareren. Ik heb daar nog een oud bankje erachter. En ik heb nog 1 pallet bankje te maken. Dus dat ga ik nu eerst even doen. Nou. Shiggle-acties laatste dag. Ik had wel zin om van alles nog te gaan doen. Het is mooi weer. Nou, dat is dus een foute combinatie. Dus ik ging even lekker bezig in de zon. En denk even pauze houden en dan loop ik het huis in. En dan stort ik helemaal in elkaar. Soms steek al direct toch echt hoofdpijn en zweetbuien en misselijk. Nou, daar zit ik dan nu weer lekker mee de hele dag. De laatste dag. Ik laat even zien wat ik in die Shiggle-actie gedaan heb. Ik dacht, ik ga even tegeltjeslijm, die witte tegeltjeslijm, mengen. Want dan wordt die nog droog. En dan smeer ik die bij het douchegebouw erin. Heb ik ook gedaan. En het is ook wel mooi geworden. Het is nog niet klaar. En ik ga er niet verder mee. Want dan ga ik echt helemaal plat. Maar ik denk, ja, dan kan ik het nog een beetje blauwe randjes om enzovoort. Nou, hier heb ik dus allemaal nog niet gedaan. Ja, ik moet vandaag gewoon opruimen, boel. Ik ben de was aan het draaien voor de lakens en zo. Goed, de Shayla, die komt vanmiddag ook. Dit heb ik gisteren en eergisteren ingesmeerd.
Dit heb ik vanochtend, ja, die staat de volle zon op. Ik zie trouwens erachter. Ja, het is gewoon een satisfying natuurlijk om te doen en dan doe je dat. En, lekker een witte vlakte. Ik denk ook wel dat het alweer droog is, ja. Het droogt wel lekker snel, ja. Het is keihard dan. En wit. En dat is wel netjes. Kijk, dit wil ik dan nog helemaal doen. Maar ja. Gek is, nu sta ik in de zon en heb ik eigenlijk geen last van. Pas als ik dan de schaduw inga en een soort migraineachtig is het, denk ik. Dan krijg je een soort rust in je hoofd en dan gaat het los. Ja, is echt moeilijk uitleggen. Nou, in ieder geval, ik ga maar even de boel wat opruimen. Nou, twee bankjes zijn klaar. Ik vind deze wel erg leuk zo, onder deze walnoten boom. Met uitzicht op de ingang. Zo. En de druiven die hier overheen gaan groeien. En daar zit je dus mooi naast de toren of de hangmat terrassen. En dan wordt het een geheel. En de andere bank is ook klaar. Die heb ik daar neergezet. Ha, die vind ik ook heel grappig. Dat is toch een beetje wat ik droomde vannacht. Ja, op die bankjes. Toch wel weer grappig ook wel hoe dat dan gaat. Kijk, mooi bankje. Dan heb je uitzicht op het uitzicht. Zo, even lekker zitten. Prima joh. Beetje de verf. En dan ga ik kijken hoe anderen aan het werk zijn. Hé, waar zijn de anderen? Bankje 3 is ook klaar. Die zet ik achter het douchegebouw op het terrasje. Eerst even alle twee in de verf. Deze had ik gisteren dus nog afgeverfd. En dan een stoel opgehangen. Dus dan hebben we lekker een paar stoeltjes naast elkaar, 4. En hier komt nog eentje. Of een schommeltje denk ik, gewoon een schommel. Sheila die... is nu bezig om al die bedden en huisjes klaar te leggen. Zo ziet het er niet uit. Dus dat is een matras kaal zonder laken en dan sky erover, kunstleer, alle bedden. Vervolgens hebben we kisten. Eén kistje met lakens en kussenslopen. En een grote kist, hier staat die voor dit huisje. En daarin zitten dan de dekbedden en de... Wat hebben we nog meer? Kussens. Ja. Een kussen, wat mij betreft, mag ze wel op de bedden leggen. En zo doen we dat met alle huisjes. Nou, die ook is nu dicht. Zij zijn in het derde huisje bezig. Er staat dus ook zo'n kist. Ja, en ik maak een plan voor de herfstvakantie. Omdat ik natuurlijk een groep van 18 leerlingen, denk ik, verwacht. En 3 begeleiders. Mij erbij 4. Dus dat zijn 22 bedden. Nog een gezin. Ja, Josse en Judith. Gezin, je weet. Dus dan die zou ik dan op de zolder laten slapen. Maar ik heb ook nog de oud-leerlingen. Die hebben ooit in een appgroep die nog steeds bestaat aangegeven dat ze mogelijk... ook in de herfst willen komen. Dus we moeten even goed contact hebben met elkaar. Ik heb al 50 bedden. Maar we moeten wel even goed organiseren. Kijk, dit is ook wel leuk. Voor het eerst de 3 hangmatten opgehangen. De palen, die was weer een begin te verder. Dan moet ik verder in de verf. Er is nog werk. Bovenin moet nog verdieping op. En ik zou nog een terras maken. Maar daar kom ik dus deze keer allemaal niet aan toe. Dat zijn de lakens. Zijn we in de was. En gedaan. Nee, wordt nu gedroogd. De rest in de was. Enzovoort. Oké, het water. Ja, aan. Nu loopt het water weg. Hè? Dat hoor ik nou ineens hier. Oh ja, natuurlijk hoor ik het hier door die buizen lopen, want dat is de aanvoer. Nee, ik controleer even. Ik ben al heel ver. Het loopt dus hier daar omheen. Het huis zo, hier langs, zo, naar buiten. Met mijn barbecue handschoenen zie je, het is dan hittevrij. Ik hoor water. Dat is goed teken.
Hier loopt water. Kijk, dat lijkt dan weinig, maar dat klopt, want ik heb hier ook nog een bewust een gat gelaten. Kijk, daar loopt ook water. En hier komt dan een kraan op. En dan kan ik dus eventueel het vat vullen, hier schoonmaken. En dan heb ik dus een hydrofoorvoorraad, een voorraad water, 1000 liter. Maar misschien niet nodig als het daar gewoon de aanvoer werkt. Die ga ik nu aansluiten. Nu komt de echte test. Hier de voorpomp is afgesloten. Deze toevoer vanuit het café is nu afgesloten. Ik ga die zo aanzetten, maar ik ga eerst even live testen, die zin. Dit gebouw krijgt dus nu geen water. Er komt er nog wat water uit en het stopt dan zo. Oké, dus ik zet hem nu weer dicht. Nou loop ik het café in. En dan zet ik de watertoevoer aan. En dan stroomt het niet, maar bouwt hij wel druk op in het douchegebouw. Dat is het idee. Dus dat je geen water verbruikt als je het niet nodig hebt. Dus dit is natuurlijk gewoon de wateraanvoer in het café. Je komt daar binnen, loopt hier boven langs. Hier. En dus, nu zet ik deze open. Deze stroomt nu naar het douchegebouw. Buitenlangs. En dan gaan we kijken of die inderdaad druk opbouwt en voldoende. Wat ik ook zou kunnen kijken is dat ik bijvoorbeeld meerdere kranen openzet. Dus er gaan twee mensen tegelijk douchen. Kan dat? Nou kan dat denk ik, want dan heb je ook nog eens een keer de boiler waar water in zit. En dus druk, want het loopt van boven naar beneden. Maar dat gaan we zo zien. Kijk, nu horen we hier water lopen. Logisch. Want ik heb een kraan geïnstalleerd. Dus om dat eventueel bij te vullen het vat. Mocht het nodig zijn. En als het vat is bijgevuld. Dan kan ik hier de pomp ook aanzetten. En die bouwt dan tot 3 bar druk in het gebouw. Oké, nu komen we hier. Verwacht niet direct. Wonderen sowieso niet. Want ik moet natuurlijk dit ding ook nog aanzetten. Zo. En ik hoor water komen. Dus nu krijgt hij water. Het loopt hier langs. Boven. En hier rechts. Boven naar de spoelbakken. En links naar de douches. En dit is naar spoelbakken. Trouwens, dit zijn spoelbakken. Dit is het koud water en het warm water naar de boiler. Nou ja, in ieder geval. Het systeem krijgt niet water. Nou, het is een systeem, dus ik hoor lucht vooral nu. Dus hij bouwt wel druk op. Maar we moeten even wachten. Kijk eens even. Er zit ook lucht in het systeem. Nou, dit gaat wel goed. Kijk, hier druk, druk. Even kijken hoeveel water er komt. En stel, iemand spoelt een wc door. Maar niet uit welke. Deze spoelen we even door. Dat is wel goed zo nou dan te doen. Dan wordt hier, dat hoor ik ook, het weer gevuld. Maar wat gebeurt er dan met de waterdruk? Die hebben we nog. Het steekt niet heel veel trouwens. Laat het eens even lopen. Nee, ik zet deze even uit zo. Even uit en dan loop ik naar de douche. Een douche. Even kijken, ik hoor hier water lopen. Dat moet ik ook in de gaten houden. Hier is een nieuwe thermostaat. Kranus. Zo, even hier het spoeldingdommetje neerhangen. Hangen. Hoe gaat die aan? Nu heb ik de temperatuur aan. Nee, dit is de temperatuur. Ik weet niet of het warm of koud op kant. Oké, zo, dat is goed. Hier komt nu water uit. En ik moet eigenlijk de boiler gewoon aanzetten en dan pas gaan testen.
Zet deze nou op koud volgens mij. En dan loopt die. Voilà. Dan gaat iemand ondertussen zijn handen wassen. Dat lijkt goed te gaan. Ik hoor de douche ook nog stromen. Denkt iemand anders, ik ga ook douchen. Oh, kijk, ik heb een kopje. Zo. Ja. Oké. Ik zeker als er nog een boiler op aangesloten is, dat het mengt met warm water. Nou, so far so good. Over en uit.